Hele goedemorgen, het is vandaag woensdag. We zijn lekker fit opgestaan, we hebben ontbeten en we gaan nu sporten. We moeten snel door, want Nesim heeft straks een afspraak. Het is 2:30 trouwens. Oh, we hebben gesport en daarna heb ik even boodschappen gedaan. Nesim moest zich even snel klaarmaken, want hij heeft zo'n afspraak. Ik heb echt de beste boodschappen ever gedaan. Ik heb rode bessen. Framboosjes. Oh mijn god, dat zijn blauwe bessen. Olijfolie gehaald, maar het was eigenlijk de bedoeling om olijfolie met knoflook te halen. Maar die was extra verge en dan kan ik niet meer koken. Dus ik ga hier zelf knoflook in doen. Heerlijk. Dan heb ik biotomaten. Ik weet niet, sinds ik biotomaten eet, lust ik gewoon geen normale tomaten meer. Ik merk gewoon het verschil te erg. Wat ben je aan het doen, man? Kijk, die naar. Alles om biotomaten. Ik heb crème fraîche, want ik ga vandaag een soepje maken. Middellandse zeezout, omdat de Himalaya zout in de supermarkt op was. Feta kaas, en ik koop eigenlijk altijd dit merk. Ik vind het de lekkerste eigenlijk. Standaard een reep chocola 85% cacao. Bio komkommer. Ook sinds ik dus deze heb gehad, kan ik gewoon geen normale komkommer meer eten. Enige komkommer die een beetje in de buurt komt, is die van de Turk. En zijn die kleintjes, zeg maar. Die zijn ook echt heel erg lekker. Lenteui, ook voor mijn soep. Normale uitjes. Ik had geen zin om uit te snijden vandaag. Ook bio-uitjes. En ook voor mijn soep vandaag en voor het avondeten. En kastanje champignons. Ik heb deze dus gehaald speciaal voor mijn soepie. Het wordt dus een champignonsoep. Heerlijk. Ik had er echt zin in. Wat ben je aan het doen? Het lijkt alsof een stoom raakt van de lente. Kijk, dit. Wat zei je? Ik weet 100% zeker dat die ui gaat eten, want jij eet ook altijd sla stiekem. Ik wist het! Maar je bent echt vies! Ik ga nu champignonsoep maken. Daarvoor heb je nodig rundvleesbouillon. Eigenlijk kippenbouillon of groentebouillon. Maar ik had dit alleen nog thuis. En ik heb het even opgezocht en dat mag je ook gebruiken. Uitjes, champignontjes, lenteui, peterselie, zoutpeper. En crème fraîche voor in je soep. Normaal gesproken heb ik altijd lactosevrij. Maar die was ook uitverkocht. Ik vind deze geur altijd zo lekker. Van gebakken uitjes. Voeg ik nu bouillonblokjes erbij. Zo, en alle kruiden toegevoegd. Zo, ik had heel weinig geduld, dus ik ben er met een staafmixer doorheen gegaan. En ik ga nu de champignonjes toevoegen. Alle kruiden zitten er trouwens nu ook al bij. Ik heb gewoon alle champignonjes uit de verpakking erin gedaan, want het is echt een maaltijdsoep voor mij. Heerlijk. En ik laat het gewoon even meekoken tot ze gaar zijn. En dan is het ready. Ik heb hier zoveel zin in. Zo, mijn soep is klaar. Ik ga er heerlijk van genieten. Ik heb er bieslook overheen gedaan. Heerlijk. De soep was heerlijk, maar ik ben best wel een beetje misselijk geworden. Ik ga mezelf opmaken. En ik ga dus deze nieuwe foundation uitproberen van NYX. Die heb ik een tijdje geleden van hun gekregen. Die heet Bear With Me. En ik heb er 3 kleuren gepakt. Want ik had echt heel veel kleuren gekregen. Waarvan ik denk dat ze bij mijn huidskleur zouden kunnen passen. Ik heb nummer 4, 5 en 6. Dus ik ben benieuwd. Ik laat jullie zo even weten welke nummer ik heb. Oké, nummer 4 is dus veel te licht. Ik ga nu voor nummer 5. Oké, echt irritant. Links is 5 en rechts is 6. Ik heb ze allebei uitgeprobeerd. En 5 is iets te licht en 6 is iets te donker. Dus ik ga ze gewoon mixen. Ik ben uiteindelijk voor nummer 5 gegaan. En ik vind hem eigenlijk best wel oké. Heel mooi. Ik heb dus mijn make-up en mijn haar gedaan. Ik vind mijn haar niet heel erg mooi vandaag, maar ik heb het even heel snel gedaan. Want ik vind dat ik dus echt mijn haar wat meer moet waarderen. Want de afgelopen tijd heb ik het echt heel vaak in een strakke knot gedaan en vast gedaan, weet ik veel wat. Maar ik moet gewoon even mijn krullen meer waarderen en het gewoon vaker los doen. Dat vind ik. Dus dat ga ik proberen te doen. Ook al het soms niet zo heel mooi eruit ziet, maar dat heb je met krullen gewoon niet in de handen. Ik moet het gewoon accepteren. Maar ik vind het heel erg mooi. En daarbij merk ik ook echt op dat mijn haar weer heel licht is geworden. Oh, dat gaat echt heel erg worden als ik op vakantie ben. Want dan wordt het nog lichter. Ik ga even snel een normale broek aandoen. Want ik heb mijn pyjama broek hieronder. En dan ga ik weg. Oh,
Ik liep net naar de garage en toen dacht ik, misschien moet ik even in onze postvak kijken. En ik had een pakketje ontvangen. Echt zo cute. Ik heb een pakketje van Maybelline. En dan kreeg ik dit kaartje erbij. Het gaat namelijk om de nieuwe mascara. Tenminste, nee. Nummer 1 fan favoriete mascara. Heeft een nieuwe look. Dezelfde formule, hetzelfde borsteltje in een vernieuwd geel jasje. Deze mascara kennen jullie vast wel. Wat ik altijd echt super tof vind aan PR pakketjes van Maybelline. Is dat er altijd heel goed over nagedacht wordt. En het altijd een beetje persoonlijk wordt gemaakt. En zo ook dit pakketje. Ik vond het echt zo cute. Dit is dus het pakketje. En hier hebben ze dus zogenaamd een gesprek met mij. Hoe cool. Ze beginnen gewoon met hoi Miriam. Echt cool. Van wist je dat er een nieuwe mascara was? Bla bla bla. Echt tof. Ik moet nu wel heel eerlijk zeggen dat ik deze mascara nog nooit heb uitgeprobeerd. Maar deze mascara wordt dus gewoon elke minuut 1 keer verkocht. Staat hierop. Dus ik ben zo benieuwd. Dit is dus de nieuwe mascara. Even kijken. Je hebt dus een paarse, zie ik. En een blauwe. Het verschil is dus dat de blauwe waterproof is en de paarse niet. Dat is dus het verschil. Top dat ik op het moment een mascara heb gekregen. Want zoals jullie weten ben ik gestopt met wimper extensions. En mijn wimpers worden er gewoon met de dag langer. En ik ben er zo blij mee. Dus ik kan niet wachten om gewoon een goede mascara uit te proberen. Want ik heb gewoon nu een goedkope voor Essence. Maar ik ben echt blij hiermee. Dus dankjewel. Ik wou dus nu naar de Jumbo gaan. Want ik wil weer die kaas popcorn halen. Net zoals ze me laten weten dat we vanavond naar de bios gaan. Want hij wil iets doen met mij. Toen dacht ik van ja, ik wil wel snacken vanavond. Maar ik wil gewoon niet cheaten. Dus ik ga kaas popcorn voor mezelf halen. Maar moet ik wel echt helemaal naar de Jumbo. Want Albert Heijn verkoopt ze gewoon. Ik heb nog even gekeken op de kaasafdeling. Want daar kun je ze dus halen. Maar Albert Heijn verkoopt ze gewoon niet. Dus alleen Jumbo verkoopt ze. Dus ik ga er nu heen om dat te halen. En voor de rest kan je nu bij de bios gewoon walnoten halen. Dus dat ga ik daar wel gewoon halen. En cola zero. En dat zijn dan mijn snacks voor vanavond. Ik heb er echt zin in. Ik vind het echt heel leuk dat ik gewoon wel naar de bios kan. En ook gewoon kan snacken. Maar dan wel gezond. Oh ja, trouwens. Ik had jullie dus gisteren in de vlog beloofd. Dat ik jullie zou vertellen. Waarom ik dus gisteren heel slecht kon slapen. Vanwege een verhaal dat ik eigenlijk had gezien op YouTube. Want soms klik je elke keer wat door en dan kijk je vlas. Op een gegeven moment kom je bij een andere video terecht en klik je elke keer door. En dat had ik dus nu ook. En op een gegeven moment kwam ik uit op moordzaken. En ik heb het altijd heel erg interessant gevonden. Want ik vond altijd strafrecht heel erg leuk. Ik heb dus rechten gestudeerd en strafrecht was gewoon mijn favoriete vak eigenlijk. En ik kwam uiteindelijk op moordzaken. Maar ik scrolde elke keer verder en ik klikte elke keer verder. En toen kwam ik dus uit op een verhaal in Afghanistan. Er was dus een vrouw gestenigd. Omdat men had gezegd dat zij dus een Koran had verbrand. Dus ze werd gestenigd door heel veel mannen. Daarna zat ze dus echt helemaal onder de bloed en hadden ze haar dus verbrand en hadden ze haar lijk dus gewoon in de rivier gegooid. En daarna bleek dus gewoon dat die vrouw dus helemaal niet een Koran had verbrand. En echt, oh mijn god, ik ben zo gevoelig voor dit soort verhalen. Ik heb er heel de nacht aan moeten denken. Ik zag haar gezicht heel dit voor me en je hebt dus een foto van die hele situatie waarin je dus die vrouw gewoon ziet met een heel bebloed gezicht. En die is me nu helemaal bijgebleven. En ik heb echt spijt dat ik het heb gezien. Maar soms moet je ook gewoon dit soort dingen zien. Om gewoon dankbaar te zijn voor het leven dat je hebt hier. Maar ja, ik ben gewoon echt in shock. En ik kan me echt niet voorstellen wat voor pijn die vrouw allemaal had op dat moment. Maar oh. En daarom kon ik niet slapen gisteren. Net thuis en ik heb gelijk even mijn haar in de staart gedaan. Want Nessie heeft me net gebeld en hij is zo met 40 minuutjes thuis. Dat wil zeggen dat ik nu gelijk moet koken. Dan wil ik lekker samen gaan eten, even hier gaan chillen en daarna naar de bios gaan. Ik heb allemaal snacks gekocht voor de bios. Oh, Nessie is net thuis en het is het eten voor vandaag. Dus salade voor Nessie met bonen. Oh, nee. Lekker worstjes. Yo. Bedankt, Emir. En voor mij lekker een Griekse salade. Heerlijk. Ik heb echt zin in deze vlees. Zo, ik heb me even na het eten een beetje opgefrist.
Ik kan ook helemaal naar eten natuurlijk. Ik had gekookt. Ik heb mijn haar even lekker weer in een staartje gegooid. Veel fijner. En ik heb een super chille pakje aan. Die heb ik al best wel lang. En ik dacht, ik doe deze aan, want we gaan er straks naar de bios. En dan kan ik gewoon lekker relaxen. Ik heb trouwens mijn nieuwe poederparfum op. Die van Armani. Met de die poederparfum die ik zeg maar zo op mijn nek smeer. En daarna gewoon een spuit. En ik ruik super lekker. Ik ben hier echt super fan van. Ik had net wel even stress. Want ik moest dus mijn campagne online gooien. Op Instagram via IGTV. En het ging eigenlijk allemaal goed. Ik had hem geëdit zoals ik het gisteren al tegen jullie had gezegd. Maar ik had dus een liedje van Ariana Grande gebruikt. En ik kreeg dus gelijk na een minuut dat ik hem had geplaatst een auteursclaim. En mijn video werd verwijderd. Dus ik kreeg er echt zoveel stress van. Want ik had al van tevoren aan Nes gevraagd van, ja, krijg ik een auteursclaim? En zei nee, op Instagram niet. Maar ik kreeg het dus wel. Super veel stress. Want ja, ik krijg altijd stress van zulke situaties. Dus heeft Nes het gelijk voor mij lopen editen. En hij heeft non-copyright muziek gezocht en het ronde gezet. En ik heb hem volgens mij 20 minuten daarna weer geplaatst. Dus ik hoop dat het nu gewoon goed gaat. Dus ik vind het echt niks, horrors en thrillers. Maar op een of andere manier eindigen wij toch altijd bij zulke films. We hebben ook gekeken van welke films er nu draaien. En er waren eigenlijk niet heel erg veel. We hadden keuze eigenlijk uit twee films. Het waren allebei thrillers slash horrors. Wij zijn onderweg naar de bios. En het is echt heel lang niet zo donker geweest om 10 voor 10. Ja, man. Kijk hoe donker. Echt donkerder, hè? Ja, winter times are coming. Nee, doe normaal, man. Jongens, ik was zo erg aan het twijfelen om een snack te nemen. Ik kon niet meer. Die geur in de bios is echt niet normaal. Maar ik heb alleen Cola Zero. Of heb ik twijfel om een snack te nemen? Er is niks van thuis meegesmokkeld. Heb je dat al gezegd? Ja. Maar die geur hier is niet normaal. Popcorn geur. Maar ja, goed, zelf. We moeten weer lopen. We moeten altijd naar boven. Het is echt de kleinste zaal ever. Wat zei je? Hoe laat eten we Orta? Vijf? Zo vroeg. Maar ze komen in de middag al, hè? Oh shit. Oké, het is wel goed. Het is echt de kleinste zaal ever. Oké, dus we hebben van thuis uit cheese popcorn meegesmokkeld, die trouwens echt heel goor is. Dat is iemand die je herkent. Dat wordt nu opgekeken. Maar zie je mij boeien. Zie mij. Ik heb een proteïnereep mee. En we hebben Element Chocolate Framboos. Nuts. Hij is zeg maar nuts. Hij is zeg maar lekker, maar dan is de 3 eet weer klaar. Ja, maar hij lijkt een beetje op Pim's. Hmm, ja toch? Wij zitten nu op de wc naar de horrorfilm. Wil je het volgen? Ik ben op het dames toilet. En Nes is gewoon mee, omdat hij bang is. Oh, het was zo lachen. Nes kwam dus mee naar de dames toilet. En toen kwam er een vrouw binnen. Toen gingen we snel weg. Toen moesten we daarna de trap op. Toen ben ik keihard geflikkerd. Toen had een medewerker mij gezien. Ze zei, ja, doe maar rustig aan hoor. Nou, hoe vond je de film eigenlijk, Nes? Verschrikkelijk, het was echt een rotfilm. En het was echt gewoon heel veel geschreeuw en gegil en zo. Ik ben wel een paar keer geschrokken, maar eigenlijk voornamelijk door deze. Gadverdamme, net van een horrormovie krijg je dit weer. Shit, man. Nee, Nes, ik wil hier echt weg. Kom! Nes, we zitten opeens in de auto echt super laar liedje te zingen. Moet je met een H uitspreken? Nou, zing dan even. Van Guus. Ik heb het wel heel warm nu, ja? Het was een Guus, zeg je Huus. Nee, maar zing dan even. Huus, kom naar Huus, de gebeuren, raar ding. De verkens moet omvrijden en de groen moet van het land. Kom jij hier aan? Kom naar Huus, ben je niet waar, moet bij hen. En doen, oh, wat is er aan de hand? Wat accent is dit? Dat weet ik niet. Oh my god, wat is Zeus. Huus. Zeg eens Huus. Huus. Ja, maar zeg eigenlijk. Huus zei je? Nee, Guus. Huus. Kom naar Huus. Zing dan mee. Huus, kom naar Huus. De gebeuren rare ding. De gebeuren rare dingen. Je moet even wat gebeuren. De gebeuren. Zeg dan. De gebeuren rare ding. Zeg, geloof me. De gebeuren rare. Zeg dan. De gebeuren rare ding. Nee, de werkens moeten vritten. Zeg eens. De varkens moeten fretten. En de groen moet van het land.
Ik kap hier echt mee in mijn eigen. Oh, wallah, heel lekker samen. Huus, kom naar huis, er gebeurt daar een ding. Dus ik kan niet meer. De varkens moeten vreten en de groen moet wandelen. Oh, mijn god. Ik weet echt niet meer, dan is het altijd langs rijden. Maar kijk waar we hier terechtkomen, gewoon in de industrieterrein. Wat als we een enge film hebben gewoon langs dit soort plekken? Jezus man. Ze hebben dus springt nu opeens een hert voor je. Hij ziet een vrouw in een trouwjurk. Ja, dag. Oeh. Doe normaal. Thuis en ik heb gelijk mijn gezicht gereinigd. Ik weet niet of je het kan zien, maar deze oog is weer lichtelijk ontstoken. Dat komt omdat ik weer maanlenzen in had. En het werkt bij mij gewoon niet goed. Dus ik moet weer overschakelen naar daglenzen. Maar dat is wel echt een beetje balen. Ik ga me even klaarmaken voor bed verder. Ik ga even mijn pyjama aandoen. Nesim is even PlayStation aanspelen. Want hij wil even een andere vibe komen voordat hij gaat slapen. En dan gaan we naar bed. Dus dan zie ik jullie morgen weer. Doei! Ik hoop trouwens dat dit een heel lange vlog is geweest. En dat jullie het leuk vonden om naar te kijken.